Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Ik ga jullie voorlezen en ik ga een liedje spelen en zingen. Dat kunnen jullie een paar keer afdraaien en dan oefenen om te zingen. Nou, het boek heet Kikker is Kikker. Ik boef toch maar, zei Kikker, terwijl hij in zijn spiegelbeeld keek in het water. Ik ben mooi en ik kan zwemmen en springen als de beste. Ik ben helemaal groen en dat is toevallig ook mijn lievelingskleur. Er is niets mooiers dan een kikker zijn. Kijk. En ik dan? Vroeg Eend, die toevallig hoorde wat Kikker zei. Vind jij mij soms niet mooi, helemaal wit? Nee, zei Kikker, daar vind ik niks aan. Niet eens een streepje groen erin. Maar ik kan vliegen en jij niet, zei Eend. Oh ja, zei Kikker, dat heb ik je nog nooit zien doen. Ik ben een beetje lui, zei Eend, maar ik kan het wel. Kijk maar. Ze nam een aanloopje en begon hevig met haar vleugels te slaan. Het maakte een hoop lawaai. Ik ben benieuwd. Maar plotseling was Eend los van de grond en vloog sierlijk boven het landschap. En na een paar rondjes gevlogen te hebben, landde ze vlak voor Kikker in het gras. Fantastisch, riep Kikker vol bewondering. Dat wil ik ook. Dat kan niet, zei Eend. Want je hebt geen vleugels. Ben tevreden, liep ze naar huis. Kijk, daar gaat Eend. Toen Kikker alleen was, ging hij het toch eens proberen. Hij nam een flinke aanloop en fladderde woest met zijn armen op en neer. Maar hoe hard hij ook rende, hij kwam geen centimeter van de grond. Oh jee, en kijk, vogel kijkt. Ik ben een kikker van niks, dacht hij teleurgesteld. Ik kan niet eens vliegen, als ik maar vleugels had. En toen wist Kikker ineens wat hij moest doen. Wat Eend kon, dat kon hij ook. Kijk, daar zit hij verdrietig naar een vogel te kijken. Na een week hard werken en knutselen met een oud laken en touw, was het zover dat hij zijn eerste proefvlucht ging maken. Nou, hij ging het eens proberen. Hij ziet er mooi uit, hè? Het is mooi gemaakt. Kikker ging naar de heuvel bij de rivier. Hij nam een flinke aanloop zoals hij Eend had zien doen. En toen sprong hij met gespreide vleugels de lucht in. Daar ging hij! Oh, dat is mooi zeg. Eventjes zweefde hij boven het landschap als een echte vogel. Totdat met luid gekraak de vleugels scheurden en Kikker naar beneden stortte. Met een plons viel hij in een rivier. En dat was maar gelukkig ook. Kijk. Rat zag hoe Kikker uit het water strompelde. Kikkers kunnen niet vliegen. Dat weet je toch wel, zei hij. Kun jij vliegen? Vroeg Kikker. Nee, natuurlijk niet, zei Rat. Ik heb toch geen vleugels. Maar ik kan wel goed timmeren. Kijk, daar staat Rat. Kikker dacht ernstig na. Hij zou het varkentje eens vragen. Toen hij binnenkwam, haalde varkentje net een taart uit de oven. Lekker zeg. Varkentje, kan jij vliegen? Vroeg Kikker. Niks voor mij hoor, giechelde varkentje. Ik zou vast luchtziek worden. Kijk, daar is varkentje bezig in de keuken. Heerlijk geurende taart. Wat kun jij dan wel? Vroeg Kikker.
denken jullie? Ik kan alles, zei Varkentje opgewekt. Ik kan de beste taarten bakken van de wereld en ik ben erg mooi. Ik ben prachtig roze, mijn lievelingskleur. Dat moest Kikker wel toegeven. Kijk, Varkentje gaat de taart aansnijden. Lekker hoor. Een taart bakken, dat kan ik toch zeker ook wel, dacht Kikker toen hij weer thuis was. Hij gooide alles wat hij kon vinden in een kom en begon te roeren. Want zo had hij dat varkentje ook zien doen. Kijk, hij gaat aan de slag. En daarna deed hij het in een koekenpan en zette die op het vuur. Ziezo, dacht Kikker, dat wordt smullen. Maar na een tijdje begon het vreselijk te roken en te stinken. De taart was helemaal verbrand. Dat kan ook al niet, dacht hij ongelukkig. Misschien kan ik lezen, zoals Haas. Kijk, daar is hij in de keuken bezig. Wat een rookwolken. Hij ging naar Haas en vroeg: Haas, mag ik een boek van je lenen? Kan jij dan lezen? Vroeg Haas verbaasd. Nee, maar misschien kun je me dat even lenen? Vroeg Kikker. Nou, kijk, zei Haas, dit is een O. Dat is een A en dat is een K en dat... Oh, ik snap het al, zei Kikker ongeduldig. En hij holde met het boek onder zijn arm naar huis. Denk je dat hij het zo snel zal leren? Kijk. Hij ging in een makkelijke stoel zitten en sloeg het boek open. De bladzijden stonden vol met rare tekentjes. Kikker begreep er niets van. Wat zouden die tekentjes nou toch zijn? Dat leer ik nooit, dacht hij. Ik ben maar een hele gewone, domme kikker. Verdrietig, dacht hij, bracht hij het boek terug. Oh. En vroeg Haas, hoe vond je het? Treurig schudde Kikker zijn kop. Haas, ik kan niet lezen. Ik kan geen taart bakken en ik kan ook niet vliegen en niet timmeren. Jullie zijn veel knapper dan ik. Ik kan niks. Ik ben alleen maar een doodgewone groene kikker, snikte hij. Maar Kikker, zei Haas, ik kan ook niet vliegen en niet timmeren. En ik kan ook geen taart bakken en ik kan niet zwemmen en niet springen zoals jij. Omdat ik een haas ben. En jij bent een kikker. En we houden allemaal veel van je. Diep in gedachten liep Kikker naar de waterkant en keek in het water. Dat ben ik, zei hij. Een groene kikker met een gestreepte zwembroek. Kijk. Nou, mooi toch? Kijk, en hier is Haas hem aan het troosten. Lief, hè? Nou, is het toch nog goed gekomen, hè? En ineens voelde hij zich heel gelukkig en blij. Haas heeft gelijk, dacht hij. Ik boef dat ik een kikker ben. Ik wil nooit iets anders zijn. En van plezier maakte hij een enorme sprong, zoals alleen een kikker dat kan. Het was alsof hij vloog. Jongens, ik ga jullie het liedje De Droomboom laten horen. Luister maar eens. Naast
Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!